Hi, ik ben Erik. Leuk dat je weer kijkt en ik heb iets moois voor je. Dit is namelijk de Insta360 One R. En ja, hoeveel action cams hebben we nog nodig? Maar ik ga je wel verrassen, want deze heeft iets dat is echt mind blown. Deze camera is namelijk modulair en dat betekent dat je hem echt uit elkaar kunt halen. Dit is het batterijcompartiment wat je hebt. Vervolgens heb ik hier dan de cameramodule en hier het brein met een LCD-scherm. Als ik hem dan weer in elkaar zet, kan ik er dus voor kiezen om die traditionele, normale, naar voren gerichte cameramodule in te ruilen voor iets anders, namelijk een 360 graden module. En vervolgens heb ik een totale andere actioncam die ook totaal anders filmt. Ja, en dat is wel interessant. Weet je, niet alleen heb je met één pakket alle verschillende soorten cameramodules bij je, maar op het moment dat bijvoorbeeld weer een nieuwe cameramodule uit zou komen die weer hogere specs heeft, ja, dan betekent dat ook weer dat je dus niet meer en een batterij en een LCD-scherm met brein hoeft aan te schaffen, maar alleen die ene cameramodule. Dat klinkt natuurlijk heel erg interessant, maar het stelde mij ook de vraag: hoeveel cameramodules heb ik nou eigenlijk echt nodig? Die vraag, die ga ik je vandaag helpen beantwoorden. Het is namelijk geen geheim dat ik geloof dat de toekomstige actioncam eigenlijk een 360 graden camera is. Hoe ga ik het uitleggen? Ik pak even wat erbij. Ik heb hier een doosje en een pen. Oh jee, dobbelsteen, hoe werkt het ook alweer? Dit is 1, dus dit is 6. En dan is dit 2, dit is 5. En dit is een beetje het kader van een gewone traditionele actioncam. Die filmt namelijk één kant op, namelijk gewoon naar voren. Bij 360 graden is dat anders, want daar film je alle kanten op. Zo'n camera filmt namelijk naar voren, naar achter, naar rechts, naar links, naar boven en naar beneden. En neem even een actie zoals bungee jumpen. Je hebt die camera in je hand, je houdt hem voor je gezicht en je drukt op rec. Ja, als je een gewone actioncam hebt, dan moet je kiezen. Wil ik dat hij naar voren staat of wil je dat hij op mij staat? En dan verlies je dus eigenlijk één van beide acties. En bij 360 graden kun je dus voor kiezen om eerst het kader te pakken van wat er voor je gebeurt en waar je heen gaat. Namelijk recht naar beneden. Maar je kunt in datzelfde kader of in datzelfde shot kun je daarna een keer terugverwijzen naar jezelf. En jouw spanning van het moment dat je gaat springen of dat je zojuist gesprongen bent. En dat maakt het nou zo leuk en zo makkelijk. Want zo kun je met één camera dus alles filmen en daarna heel makkelijk editen om daar iets moois van te maken. Klinkt natuurlijk allemaal fantastisch, maar hoe werkt het nou precies? Nou, we gaan even een aantal tests doen om eventjes te bewijzen dat ik gelijk heb. Actioncams hebben natuurlijk een hele wijde lens, zodat ze tijdens het filmen zoveel mogelijk van de actie vast kunnen leggen. Maar ja, hoe zit het dan met een gewone actioncam ten opzichte van een 360 graden actioncam? Ja, hier zie je dan de kaders van de beide camera's en nu lijken ze nog op elkaar, maar je ziet, ik ben nu aan het uitzoomen op die Insta360 One R en ja, die gaat toch echt wel een stuk wijder hoor. Zo wijd dat je zelfs mijn vingers kunt zien. Iets te wijd, maar het geeft wel aan dat de 360 graden camera hier duidelijk wint. En dan stabilisatie. Ja, dit is wel nek aan nek hoor, want al is de lens van de One R ietsje wijder, doen ze het eigenlijk hier beide gewoon heel erg goed. Dus bij deze zou ik zeggen gelijkspel. Ja, gewone stabilisatie waarbij trillingen eigenlijk worden uitgefilterd, dat is één. Maar dit soort actioncams, die 360 graden actioncams, die hebben eigenlijk een soort van stabilisatie 2.0. Kijk maar even mee, ik start hem. Zo. Kijk, wat je nu ziet inderdaad, is dat bij de gewone actioncam dat hij geen horizon stabilisatie heeft, zeg maar. Maar 360 graden camera's, die hebben dat dus wel. Want dat is zo extreem, dat ik in feite de hele camera kan omdraaien. Ik doe hem ook nog een keertje terug. En dan nog steeds blijft die horizon dus fixed. Doe hem nog één keer. Dit is gewoon omdat ik het heel cool vind hoor, maar dat is één. Even kijken, gewoon shaken. Hoe stabiliseert hij nu? Hoe doet hij het? Je ziet echt dat ik hem wel flink beweeg hoor. Dan nog even omdraaien, snel. Hop. Ja, dit is altijd een pittige test.
tegenlicht. Dus de zon echt recht achter je en die schijnt ook nog eens vol in de camera. Ja, vaak word je dan als mens zijnde heel erg een silhouet. Je ziet eigenlijk dat de GoPro qua kleuren het altijd net wat, ja, wat poppier maakt. Dus de lucht is echt wel een stuk blauwer hier. Maar als we dan gaan kijken naar de details in het gezicht en vooral de kleur in het gezicht, ja, dan vind ik eigenlijk dat de Insta360 One Art hier echt wel een stuk beter doet. We zien meer detail in het gezicht en zowel de voorgrond als de achtergrond, ja, zijn eigenlijk iets beter in balans. Als je dan een actioncam hebt en je hebt een vette actie, dan wil je natuurlijk ook dat je dat in slow motion kan draaien. Dus hier zijn de camera's. We kunnen niet naar het casino, dus hier is mijn money verspiller. Let's go! Ja, dikke winst hier voor de GoPro. Al 240 frames ten opzichte van 100 frames bij de One R. Ja, en daarnaast die resolutie. Hij kan veel meer resolutie en veel meer detail halen uit het ene shot wat hij draait ten opzichte wat gekropt moet worden uit het 360 graden plaatje van de One R. Ja, en dan kun je ook nog hele leuke speelse effecten halen uit zo'n 360 graden camera. Hier, het drone shot. Dit lijkt dus met een drone gedraaid, maar in feite is het de camera op een hele lange stok, zo'n 3 meter lang. Kijk maar naar de schaduw, daar zie je hem. Ja, en zo heb je je drone dus eigenlijk helemaal niet nodig. En kan je dus ook gewoon draaien, bijvoorbeeld midden in de stad met allemaal mensen om je heen. Of wat dacht je van deze? Dit is de Drifter. Dat is een mount die is gemaakt voor de Insta360 One X. Daar klik je hem in en dan kan je hem gewoon letterlijk door de actie heen gooien of ergens naartoe gooien. En het maakt niet uit als hij een beetje om zijn as draait of naar voren naar achter draait. Omdat hij die horizon weet, kan hij die helemaal stabiliseren, kan je hem tracken. En kan je er dus echt bizar toffe shots uit halen die ook nog eens een keer met 4 keer vertraagd worden. En met deze software van de Insta360 One R kun je zelfs deze maffe hyperlapses draaien. Door zijn AI weet hij op een gegeven moment wanneer je voet precies op hetzelfde punt staat. En zo kun je dus voorwaarts lopen terwijl je eigenlijk stilstaat. Geinig toch? Weet je nog dat ik aan het begin van deze video een vraag stelde? Hoeveel cameramodules heb ik nou eigenlijk echt nodig? Ja, en ik denk dat ik mijn punt wel gemaakt heb. Namelijk dat je in 95% van de gevallen meer dan genoeg hebt aan die 360 graden module. Kijk, er zal misschien een situatie zijn waarin je net even iets meer power wil hebben bij weinig licht, waardoor je meer resolutie hebt. Ja, en dan zal zo'n 5,3 one-inch sensor van Leica zou echt wel kunnen helpen. Maar dit kost wel een bak geld en hoe vaak gaat het nou eigenlijk echt gebeuren? Dus in plaats van 2 of misschien wel 3 cameramodules te kopen, zou ik zeggen, koop er gewoon eentje. Dan heb ik je bij deze gelijk weer een klein beetje geld uitgespaard. En je kunt dus gaan voor de 360 graden module van Insta360 One R, deze dus. Maar welke ook heel goed is, is de GoPro Max. Ja, waar ik nou benieuwd naar ben, ben je het dan met me eens? Ja of nee? Laat het in ieder geval even in de reacties weten waarom. En wil je mijn review van deze camera zien? Check hem dan hier bij Bright. En je weet het, hè? Belletje, duimpje, abonneren. En tot de volgende!